Ik ben Erik Kruidhoff, eigenaar van Rijschool Kruidhoff, Auto Rijschool Kruidhoff. En ooit in 2001 zijn we begonnen met één autootje. En dat is zo langzamerhand uitgegroeid. Nu naar 2023 zitten we inmiddels. Hè. We hebben een stuk of 10 auto's. En inmiddels ook een trekker erbij aangeschaft. En we hebben een aantal motoren, wat bromfietsen. Eigenlijk van alle markten thuis. Sinds 2015 is er een trekkerrijbewijs in de markt. Daarvoor kon je met een trekkercertificaat toe. En vanaf 2016 bieden wij dat trekkerrijbewijs dus ook aan. En voor dit trekkerrijbewijs hebben wij deze markt verder gezond met die Alasco grondhubber erachter. En voor een trekkerexamen moet je toch nog wel van goede huizen komen. Want je moet namelijk een stukje binnen de bebouwde kom, een stukje buiten de bebouwde kom rijden. En dat binnen de bebouwde kom, dat houdt ook in dat je door de stad moet kunnen rijden. Je moet tijdens het examen nog twee bijzondere verrichtingen doen. Je moet twee keer achteruit kunnen rijden. Achteruit naar een deur of een bocht achteruit rijden. En je moet laten zien dat je heel goed met het verkeer overweg kunt met zo'n groot apparaat. En dat vergt nog wel enige vaardigheid. We hebben gekozen voor deze Massey Ferguson uiteindelijk. Dit is inmiddels de tweede Massey Ferguson die we hier al hebben. Toen we begonnen met het trekkerrijden, heb ik met Erik Koster ooit in de auto gezeten. Probleem voorgelegd dat ik eigenlijk wel beginnen wilde met het trekkerrijbewijs. Maar geen trekker had. En Knol heeft toen zo aangeboden om een Occasion die ze hadden staan om te bouwen tot lestrekker. En die heb ik op huurbasis het eerste half jaar gehuurd. Daarna is er een New Holland tussendoor gekomen omdat er een opleider hier in de buurt stopte met de trekker. En die kon ik overnemen. Dat was een New Holland. Maar na een jaar dat we in New Holland hebben gereden, of twee jaar, zijn we toch weer overgestapt tot de Massey Ferguson. En dat is deze geworden. Die hebben we bij de Knol aangeschaft. En die voldoet tot alle tevredenheid. En de dumper die erachter zit, die zat dus eigenlijk achter de New Holland. En die komt bij Terra School vandaan. Ja, en het onderhoud dat doen we ook nog steeds bij Knol, naar alle tevredenheid. En dat is eigenlijk hartstikke leuk geregeld. Want ik hoef maar een appje te sturen. En nou, meestal binnen een paar minuten heb ik al antwoord. En ja, wij hebben natuurlijk niet zo heel veel verstand van trekkers zelf, als rijschoolhouders. Dus ik moet eigenlijk voor elk lampje en elk wisselwasje moet ik wel een appje sturen. Maar dat werkt ook super, want dan heb ik altijd gewoon gelijk weer bericht terug. En dan kan ik weer verder. En ja, die mensen werken, die stopt er eigenlijk nooit mee. Maar mocht je er af en toe mee stoppen, dan staan ze ook met een kwartier of een half uur op de Dam. En dan werkt het ook weer. Dus daar ben ik wel goed te pas over.